Ik vind het nog iets vaags hebben, maar... Die Glowstone. Nee, wat Jeroen, waarom ben je mee bezig zijn? Misschien aan de buurt zo. Ja, dat wel. Ja, lampposten. Moet het wel vol, hè? Nee, zo is het wel mooi eigenlijk. Ik ben ervoor. En dan kunnen we aan de zijkant hier nog toortjes plaatsen. Ja, daarom. En dan kunnen we hier in de muur, één hoger. Ook nog naar buiten deze tralies. Voor nu. Ja? Ja, ik ga het even bij mijn eigen proberen. Hoe zou ik de verlichting op de gate doen? Ik zou de verlichting op de gate wel met toortjes doen. Ja. Een glowstone, dat is dan een soort van gewoon een lantaarnachtig iets, weet je wel, maar... Mm-hmm. Hey, je gebruikt de stone brick slab, hè? Ja. Mm-hmm. Okay. Ik denk ze één hoger mogen vijken. Ik weet op welke hoogte je die dingetjes had staan. Oh, hier. Er zitten ongeveer drie stone bricks tussen en daarop één stone slab. Ja, en dan anderhalf. Anderhalf. Ja. Maken we echt een gatehouse ervan of alleen deze poort? Ik denk alleen de poort. Okay. Doen wij een gatehouse maken dan? Nou, dan maak je in principe maak je hierachter een klein huis ervan. Oh, waardoor op die manier. Dat is leuker, doen we dat wel. Dat is wat meer fortified, weet je? Want als ja. Ik ga heel erg denken vanuit het idee van, stel er komt nu een leger aan. Ze hebben hier maar één... laagje muur waardoor ze heen moeten breken en dan zijn ze er. En hoe groot maken we dat ding dan? Ik zou hem de lengte van de poort doen. Maar aansluitend op even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zou hem aansluitend op die steen doen. Hier zo. Ja, want anders ga je in de weg. Met de torens. Oké, doen we een eentje van deze. Klopt zo. Kijk, Bas, kom erbij. Jo, perfect. Waar plaats je die toren? Die toortjes ook aan de binnenkant aan? Ja, heb ik ook gedaan. En ik heb bij mij de toortjes hier zo geplaatst. Nee, kijk eens. Oh, zo. Ja, en ook hierboven. Nee. Oké, okay. En kijk eens in de toren of die klopt. Ja. Mm-hmm. Deze twee en die erboven zo. Ja, mooi. Oké. Okay. Wow, prachtig symmetrisch, jongen. Ah, maar wat een dikke poort. Ah, hier heb je net niet meer die instilping dan, hè? Dat is van die ronde toren aan de achterkant. Klopt, maar dat hoeft in principe ook niet. Dat gaat inderdaad toch weg van achter waarschijnlijk. Ja. Even voor.
Ik zou hier in het midden, Bas Rutgink. Ik heb een lampje. Ik vind het alleen jammer van die overbruggende lantaarn, zie je die? Die zit net mooi voor de poort. Hij zit net iets te dichtbij eigenlijk, hè? Hij zit er net voor. Inderdaad, weg met... Hey. Ja, mooi. Ja, iets verder naar achter. Bas... Je kan het ook hier naar beneden laten gaan, hè? Hey, Bas Pols. Ja? We kunnen ook van deze openingen die we hier hebben, ik zal het even bij mijn eigen toren doen, dat we het zo doen, hier in het midden, en hier opzij in plaats van hier in de ingang. Want dan kan je hier ook nog boven de, hierin. Ja, oké, zullen we even naar kijken? Als ik want als ik dan deze toortjes weghaal, en deze zo doe, dan hier in het midden het gaatje. Nee, je moet hem op 3 breed doen. Nu kom je echt in die hoek terecht. Hoor. Want dan sluit hij aan mooi op. Ja! Doe ik! Maar, ik denk dat we nu moeten gaan stoppen. We zijn ongeveer klaar met het eerste deel, ja. Ja, dat... Nog even alles laten zien. Ja, precies. En Jeroen, je moet even kijken wat ik bij mijn kleine mini-torentje heb gedaan. Tot zover de torens en de gate. Verder inrichten en het... Plein achter de kasteel, dat komt allemaal in de volgende episode. Ja, DM even maken. Oké. Okay. Ik ga nu echt afsluiten, want anders gaat mijn vader me echt vermoorden.